Welkom weer bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja, dat zijn wij. Het is alweer vandaag, namelijk donderdag 1 februari 2024. En het is nu bijna 14:15 in de middag. Ja, inderdaad. Kijk, 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 check. Boomba. Hey, hoe toevallig. En ik ga Roos even naar zijn werk brengen, want hij heeft op zijn werk een overleg. Dus, en daarna ga ik even naar de Action, want ik moet even wat halen. En daar is ook een Action in de buurt, dus daar ga ik zo meteen even lekker naartoe. Heerlijk, eventjes in mijn uppie. Maar ik ben dan wel in de buurt bij Ro, dus dat komt helemaal goed. En ik wens jullie gewoon heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Sta geparkeerd hier bij Lifetime Meubelen. En dan ga ik even naar de Action hier, op het Binnenplein. Dat is wel gezellig. En ik ga zondag nog even kijken bij deze winkel. Want daar ben ik ook nog nooit. Iedere zondag geopend. Dat is wel leuk. En hier heb je de Action. Dus, ben benieuwd. Dat is even grappig. Even op een andere winkel. Dus even kijken of ze het hier wel hebben wat ik wil hebben. Ja, ik denk het haast weliswaar niet. Maar dat geeft niet. Ik kom hier altijd wel. Ja hoor. Oh, ik had ook daar kunnen parkeren. En bij het water. Nee, dat ga ik maar niet doen. En bij het water. Ik vind het helemaal prima zo. Ik ga lekker naar binnen. Nou, ik heb dit al eigenlijk in mijn dingetje. Die ga ik echt eens uitzoeken. Want daar heb ik echt heel veel last van. Zoals dit. Nou, als ik dat daarmee kan fixen. Zou dat fijn zijn, weet je? Ideaal. Dus even kijken wat ze hier hebben voor leuke dingetjes. Schappig. Is leuk. Mm-hmm. Allemaal leuke dingetjes hier. Allemaal leuke dingetjes hier. Deze Action is ook een stuk groter dan wat ik ben gewend bij ons. Ja. Kijk, die zijn er ook wel nog altijd leuk. Hier ook de honden. Op Berghuis. Oh, ze hebben hier weer zo'n spulletjes. Zal ik een vrouw eventjes een bericht sturen? Oh, waar heb ik mijn telefoon eigenlijk hier? Hey, ze hebben weer wat Ro wil hebben, zeg maar. Zo is handig, hè? Dit allemaal gewoon via je telefoon doen is leuk. Gewoon een mandje ervoor hebben. Hartstikke idee, doe ik allemaal zo. Helemaal leuk. Ja, top. Hartstikke fijn. Ze hebben hier zelfs een broodtrommel. Dat is grappig. Dit is ideaal, hè? Die had ik nog niet, zeg maar. Ja, die heb ik wel, maar hier kan ik dingen in scheiden, zeg maar. Dat is ideaal. Heel fijn. Het is echt heel groot en heel anders ingedeeld als bij ons, echt waar. Maar wel een stuk fijner. Ja, echt wel. Vele malen fijner. En ook leuker. Het is weer even wat anders, hè? Dan bij ons. Bij de Action. Ja. Ik ben de winkel uit. Maar wat is dit een chille winkel. Lekker groot. Rustig. Heerlijk. Had ik deze Action maar eerder geweten. Echt zalig. Maar de conclusie. Wat heb ik allemaal gekocht bij de Action? Dat is deze. Dat is dus voor pluizige, dat staat er ook al op, zeg maar. Ik weet niet of jullie het heel goed kunnen zien. Ik leg dat even daar neer, zo. Ik weet niet of jullie het heel goed kunnen zien. Dat is dit. Dat is dus voor, dit, zeg maar. En dan kan je het mooi strak naar achteren knallen. Dus dat is wel ideaal, zeg maar. Tot de tentoonstelling. Die. Dan heb ik deze hele pakket voor... als je droge lippen hebt, dan kun je het lekker schrubben. Lipscrub en lipolie. Hey, heb ik ook wel nodig. Dan heb ik deze. Dit is van, ik wou zeggen Nivea, maar dat klopt helemaal niet. Maar het lijkt er wel op, maar zoiets. Dus dat is ook wel lekker. Lekkere aardbeien smaak, want je had de aardbeien en de vanille. Nou, ik heb voor de aardbeien gekozen. Hey, hoe toevallig. Dan heb ik deze. En heb ik deze. Cheese. Leuk, hè? En dan heb ik nog deze. Ja. Helemaal top.
Dit is voor je face en je body. Dus, want je kon dus alleen de body doen. Maar omdat ik ook een hele droge gezicht heb. Ik denk, nou weet je, dat is gewoon chill, zeg maar. En dan heb ik nog wat gekocht. Dat is deze. Die gaat zo meteen lekker op mijn dashboard. Ik vind hem leuk. Heerlijk. De Pasen komt eraan. En ik heb groen lint. Dus daar ga ik ook nog iets mee doen. Wat weet ik niet. Maar dat ga ik wel iets mee doen. Maar ja, ik ben wel weer blij met deze aankoper. Echt wel. Ik ga even deze lekker met mijn tanden doen. Ja, Rian, ik weet het. Mag niet, maar... Ik doe het wel. Ik ben eigenwijs. Ik weet het. Mag niet van je. Sorry, Rianne. Sorry. Zo. En dan gaat deze dus namelijk op mijn dashboard. En dat zien jullie zo meteen. Nou, jullie weten dus dat ik mijn leeuwtje aan de voorkant heb. En dat ik ook reclame maak bij de voor- en achterkant met mijn YouTube-kanaal. Nou, en dus heb ik hier dus twee knuffeltjes van de leeuwtjes. Ik heb hier de liggende leeuw. Ja, en met mijn standaard automatische parkeerschijf, de groene sticker voor Duitsland, nou en mijn leeuwtje dan, heb ik hier ook nog mijn leeuwtje en heb ik nu deze. Hij is cutie, hij is leuk. Hij is grappig. Hij is leuk. Geweldig, ja. Nou, ik ga dus nu lekker naar deze winkel. Is leuk man, ja. Zo, ik ben nu in de dierenwinkel. Yep. Dat is dus deze tas. Nou, dat vind ik echt helemaal twee keer, drie keer niks. Iedereen zijn keuze vanzelf. Hè? Ja. Het is hier wel weer lekker rustig ook. Heerlijk. Oh, wat een mooie blens trouwens, hè? Heel mooi. Stevig, hè? Kanonnen. Voor zo'n reisding? Ja. Dit is gewoon zo'n reisding. Heel mooi. Zeg ik Travel Time, ja. Zeer handige, opvouwbare lijn. Zo. Nylonbands, zo, goedemorgen. Nou, en hier begin ik dus nooit aan. Nee, hier begin ik dus echt nooit aan. Dan heb je ook nog een slot. Nou, ik ga me die niet opsluiten, weet je. Dat doe ik echt niet. Ik vind het zo achterlijk. Hier is een ding, hoor. Daar niet van. Ah, hondenjassen, oké. Okay. Hé, hey, dat is nou handig voor lady. Binnenkort is een keer een hondenjas. Ik wou er eigenlijk nooit aan beginnen, maar zo handig. De lady wordt ook ouder. Hele mooie trouwens. Heel mooi. Ho, moet ik het niet zo doen? Zo, top. Heel gaaf. Ik vind deze ook een hele mooie hoor trouwens. Zo. Hij is een heel mooi idee. Oh, oh, hallo. Ik wil niet wat ik wil nu. Oh, deze is gaaf, hè? Reflecteert ook. Ook nog eens een keertje, hoe duur is dat ding? 30 euro's. Dit is een maatje XXL, jeetje. Hij is heel gaaf, deze. Voor lady zou dit een perfecte zijn. Echt. Gaaf, heel mooi. Dan heb je ook nog in de klein. Gaaf, hè? Ik vind hem heel gaaf. Die blauwe ook wel, maar... Heb je ook dus in deze kant, zeg maar. Deze. Ik vind deze ook heel gaaf. Kijk dan. 30 euro's. Ik vind deze echt heel gaaf. Voor lady, want die, daar is ik al. Lady die wordt oud. Dus dit is echt ideaal. En dus ook binnenkort eens een keertje voor de zusjes. Echt. Heel gaaf. Dit is een hele goeie. Ja. Dat is een goede eye-opener voor me. Ja. Ja, dat is een hele goeie. Ik moet hier en hier eens een keertje met Ro ook naartoe. Ja, echt wel. Hele mooie karren. Ja, helemaal top hier. Helemaal geweldig. Ja, zit in de auto te wachten. Ja. Inderdaad, te wachten op Ro. Want die heeft nou dus, er is namelijk een werkoverleg. Ja, en die had in principe al klaar om op te zijn. Maar zoals altijd loopt het altijd uit. Ja!
Maakt ook niet uit hoor. Ik wou graag mee om hem weg te brengen en dan weer op te halen. Dus hè. Maakt ook niet uit. Alleen ik moet nodig naar de wc. Dat en dat dan weer wel. Ja. Ik mot naar de wc. Ja. Ga hier maar in de buurt zoeken en naar de wc. Nope. Dat gaat hem niet worden, niet. Nee. Nee, gaat niet. Nee. Helaas. Maar oké, okay, maakt allemaal niet uit. Nee, dat maakt allemaal niet uit. Nee, nee. Het is nu alweer 4:30. En ik moet ook rond 6:15 weer weg naar mijn werk. Ja. Prrrt. Want ik moet daar rond 7:00 wezen. 7:30 zo. Ik vind het prima. Ja hoor. Dat is helemaal goed. Dus ja. Dus ik moet nog eventjes even onder een douche. Dan hoop ik eigenlijk dat de rouw eventjes... Hoe heet dat? Ja. Dus dat eigenlijk de dames eventueel mee zou kunnen nemen naar huis. Kan ik even lekker douchen en alles. Ja, of niet. Dat ze lekker bij me blijven mag ook van mij allemaal. Ja, en ik moet echt nou dan naar een wc. Ja, maar ja, gewoon er niet aan denken. Dan hoef je ook niet. Nee. Maar echt, en door die ijzerinfuus, dan kan ik het heel moeilijk ophouden. Echt. En over 4 maanden, dan mag ik weer een ijzerinfuus. Jee, daar zit ik op te wachten. Brut. Maar oké, dat geeft niet. Komt ook wel weer goed. Zit ik er echt op te wachten? Nee. Maar oké. Het is niet anders. Nee. Ik kan er ook even niks anders van maken. Nee. Ik kan er echt even niks anders van maken. Echt, ik weet het helemaal niet. Ik ben gewoon heel moe nog steeds. En dat zien jullie ook wel in mijn vlogs. Dat ik dus gewoon wel vlog, maar of gewoon even een dag niet. Dat ik even gewoon echt te moe ben om die camera te pakken. Maar dan lig ik ook gewoon echt gewoon zowat de hele dag in mijn bed, zeg maar. Om gewoon echt even weer even bij te tanken. Dus dat wordt echt nog eventjes aanpoten. Ja, aanpoten inderdaad. Het is nu februari, maart, april, mei, juni. Juni, ik heb er zin in. Dat is zeker. Maar ja, dat zeg ik. Ik ga een beetje van hak op de tak, jongens. Ik weet het, I know. Ik weet het, I know. Nee, maar jullie merken het ook heus wel aan mijn vlogs. Dat het niet zo mijn vlogs zijn zoals ze normaal zijn. Laten we daar even eerlijk over zijn. Nou, daar ben ik. Het is eventjes niet anders dan wat het nu is. Ik ben blij dat mijn lieftallige broer Harrit mij helpt. Ja. En hij gaat ook in deze vlog zichzelf voorstellen. Alleen dat weet hij nog niet. Nee. Dat vind ik leuk. Dat weet hij nog niet. Nee. Nee, dat vind ik leuk. Sorry. Dat vind ik leuk. Dus. Maar wie is Harrit? Ja, Harrit, dat is... Dat was vroeger een gevalletje apart. Net zoals ik. En net zoals mijn zus. Dat zijn we allemaal. Een gevalletje apart. Maar ja, we worden allemaal ouder. En we worden allemaal wat iets wijzer vanzelf, der jaren. Dus ik ben gewoon super blij met mijn broer. Dat die gewoon helpt met editen. En waar ik gewoon dus nu even tegenaan loop en dingen. En hij denkt ook mee, hij helpt mee. En ja, Harrit, daar ben ik je gewoon dankbaar voor. Ja, het is gewoon zo. En Harrit gaat ook helpen om... Dus een betere vlogs te maken voor jullie. Dus ook dat er een verhaallijn in komt te zitten. Daar ben ik zelf nog helemaal niet goed in. Maar daar is mijn broer mij weer om mij daarmee te helpen. En dan kan ik altijd een beetje mijn eigen draai eraan vinden. Dus dat komt wel goed. Dus
Dus eigenlijk dat een beetje. Gewoon ja, dat mijn gezondheid nog niet helemaal goed is. Mijn ijzer is nog niet goed. Mijn vitamine D is niet nog helemaal goed. Die is nog aan de lage kant. Mijn vitamine B12, dat gaat wel redelijk omhoog. Ik ben gewoon nog heel veel moe. En ja, dat wat ik dus net al zei. Dat, en dat zien jullie ook wel aan mijn vlogs dan. De ene dag heb ik een paar, 3, 5, 6 beeldjes van... wat zal het wezen, 3, 4 minuutjes. En ik vind het ook heel moeilijk. Nu, dan ben ik gewoon moe. Dan neem ik de camera wel mee en naar de slaapkamer. Maar dan val ik gewoon in slaap. En dan vergeet ik dus gewoon eigenlijk af te sluiten. Dus daarom ook dat jullie nog alleen maar continu dezelfde outro hebben. Maar ja, jullie hebben wel goede spraakplek. Maar jullie hebben dus wel gewoon een outro. En daar gaat mij het om. Dus ja, er worden ook gewerkt aan thumbnails, betere thumbnails. Dus er wordt ook hard gewerkt achter de schermen. Echt. Wees daar maar niet bang voor. In juni wordt het ook een hele leuke maand. Ja, ik ben er nu al ook weer achter de schermen druk mee bezig. Want ik ga dus nu nog niet vertellen wat... Hoe, wie, wat, waar. Want slapende honden moet je nooit wakker maken. Nee. Dus, maar zeker juni wordt super. Ja, echt. En ik heb ook nog andere vlogs wat mijn broer ook mag gaan doen. Dus gewoon eigenlijk ook wat meer de 18 plus even iets. Want ja, ik heb een hele lange tijd geleden heb ik iets opgenomen. Want ik wou gewoon een experiment doen. Moeilijk praten. Heel moeilijk. Over alcohol. Van hoe reageer ik als ik te veel alcohol op heb. En nou ja, dat heb ik dus ook opgenomen. Dus dat zit allemaal wel een beetje in de pijpleiding, zeg maar. En er zijn ook meerdere dingen wat nog echt edit moet worden. Dat wil ik ook aan mijn broer overlaten. Want zelf heb ik daar nog niet mijn energie voor. Ik wil wel vlogs editen, maar dan doe ik er één. En dan ben ik gewoon eigenlijk al moe. Dan heb ik zoiets van... Scherm, ik heb je gehad. Hey, doei. Dus dat had ik eigenlijk nooit, zeg maar. Dat had ik gewoon nooit. Ik wou gewoon echt gewoon doorbeuken. Ik deed voorheen altijd een aantal x-vlogs. Nou, dat was 5 vlogs of zo. En dan, ging ik gewoon weer andere leuke dingen doen. Dus ja. En nu kan ik er maar 1 doen. En dat is dan gewoon het liefst een hele korte vlog. Van iets van 10 minuten. En dan knal ik die gewoon in elkaar. En dan ben ik gewoon moe. En dan wil ik gewoon andere dingen doen. En dan niet voor een pc zitten. Dus ja. Maar die tijden komen wel. Heus wel. Maar dat zeg ik. Ik ben super blij met mijn broer. En dat hij me helpt. Echt waar. Shoutout ook naar mijn broer. Echt. Serieus. Echt. Ik ben zo blij. En ik ben ook blij dat we afgelopen zondag bij elkaar waren. Gewoon eindelijk na heel veel jaren. Gewoon broer en zussen bij elkaar gewoon op bezoek. Een hele leuke dag gehad. Dus Dus daar wou ik het eigenlijk even weer bij laten. En dan wacht ik gewoon even op bro. Totdat hij klaar is. Want ik heb ook nog geen bericht van hem gehad dat hij klaar was. Nee. Tja, Karen. Tja. Even kijken of dit allemaal goed gaat. Yo, mensen. Mijn naam is Arend van Beek. En ik moet mezelf voorstellen. Nou, oké, Karen. Bij deze heb ik dat gedaan. Heb ik mezelf voorgesteld. En zoals Karen zelf ook al zegt in de zomer. Ergens. Ze heeft het net benoemd. Gaan er leuke dingen gebeuren. En dan zal je me ook zeker vaker zien in haar vlogs. En daarvoor zal je me ook wat vaker gaan tegenkomen, denk ik. Want er staan leuke dingen in het programma, heb ik vernomen van Karin. Dus daar gaan we allemaal mee bezig. Nou, ik ga weer verder met het editen. Want er moet nog wat gebeuren aan deze kant. En ik zie jullie de volgende keer bij wellicht een nieuwe vlog. Ciao! Goedenavond alweer. Ja, het is nu bijna 7:15. Ik moet er echt zo van tussen, want om 8:00 moet ik beginnen. Het is een half uurtje rijden, maar haar moet ik zo meteen nog even fatsoeneren.
Maar mijn horloge doe ik ook al zo meteen even om. Ik neem mijn powerbank mee. Ja, lijkt me wel handig. Ja, helemaal top, 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 top. Oh, dan ben ik weer blij. Ja, lekker, 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 lekker. En ja, ik wil jullie gewoon bedanken dat jullie hebben gekeken naar deze vlog. Dus vond je dit nou weer een leuke vlog? Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden. Doe het duimpje even omhoog. Doe het belletje aan, want dan blijf je namelijk op de hoogte. Want elke dag om 2 uur, als ik me goed voel, even op dit moment help, dan is het om 2 uur een leuke vlog online. En ja, ik zou zeggen, laat ook dan even een reactie achter wat je ervan vond. Heb je nog suggesties? Laat dat dan ook even gelijk even weten. Want we werken de knijterhard aan achter de schermen voor leuke en betere video's. Dus ik zou zeggen, dank jullie wel voor het kijken en graag tot morgen. Ciao.